Maar we hebben wel uit voorzorg de patrouilles rondom de moskeeën heden vrijdagmiddag opgeschroefd. Vond je het jammer dat er geen school was vandaag? Nou, ik vind dit wel iets leuker dan school. Zo. Welkom bij het Rijnmond Nieuws. Gisteren maakte de Rotterdamse band The Kick bekend dat ze 23 november in Rotterdam Ahoy een groot optreden gaan geven. Straks heb ik een afspraak met Dave en Arjen van The Kick, maar nu eerst de landelijke onderwijsstaking. Wij zijn aan het staken met al onze scholen, basis- en middelbare scholen, omdat wij een heel duidelijk lokaal signaal af willen geven aan het kabinet en de Tweede Kamer. En waarom wordt er vandaag precies gestaakt? Nou, om heel veel redenen en zorgen over het onderwijs. Maar een van de belangrijkste is misschien nog wel de werkdruk. Dat weten we allemaal, dat horen we. Mag ik één getalletje noemen? Landelijk is er 15% last van werkdruk. In het onderwijs ligt dat op de 80%. Deze sector heeft het zwaar. Is de nood hoog? De nood is heel hoog. Er moet nu eindelijk wat gebeuren. Ja, de regering zegt genoeg gedaan te hebben. Maar we zijn bij min begonnen. We zijn nu pas op nul en we gaan de plus in. Soms zou je wel bepaalde kinderen wat uitgebreider willen gaan begeleiden. Maar dat kan dan niet, omdat je zoveel kinderen hebt. En je kunt jezelf niet in tienen verdelen. Mag ik vragen waarom je nou eigenlijk hier staat en niet op het Malieveld? Dit is toch gewoon lokale politiek? Hier kan je toch niks bereiken? Ook heel veel docenten en leerkrachten van mij stappen zo in de trein om naar het Malieveld af te reizen. Maar ik heb gedacht, ik geef een signaal met al mijn scholen. En ik wil ook lokaal een breed signaal verzamelen van niet alleen docenten, maar ook ouders, leerlingen, lokale politiek. En dat moet ik hier doen. In Gorinchem. Waarom bent u niet in Gorinchem om de petitie aan te bieden aan de lokale politiek? En waarom gaat u naar het Malieveld? Ik heb zoiets van, laten we in ieder geval de krachten verdelen. En ik wil in ieder geval op de plek zijn waar we gehoord moeten worden. Dat is Den Haag. U gaat naar het Malieveld toe. Kunt u mij vertellen waarom? Het heeft te maken met beloning en werkdruk en een tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs. Dus dat moet verbeterd worden. Zo'n landelijke lerarenstaking zorgt er natuurlijk voor dat honderdduizenden leerlingen een extra vrije dag hebben, terwijl hun ouders gewoon moeten werken. In de Hoekse Waard hadden ze daar een oplossing voor. Deze kinderen hebben door de lerarenstaking geen school, maar wel een hoop energie. Hoekse Waard Actief organiseert daarom in meerdere sporthallen vandaag een stakingssportdag. Zo ook hier in Heinenoord, waar een potje apenkooi op het programma staat. Ja, sommige van de kinderen zijn zeker stuiterballen. En dan is het fijn als er een alternatief is waar ouders naartoe kunnen. Maar het was wel even kijken of we nog een beetje de boel konden temperen. Maar ja, nu kunnen ze hun energie weer volledig kwijt. Dus ik ben benieuwd. Zo. We gaan het zo zien. Ze weer lekker rustig als ze maar naar huis gaan. Ja, even. Dus weer even opladen en even op de bank zitten. En dan daarna dan gaat het weer beginnen, denk ik. Wat eigenlijk maar een klein deel van de scholen doet mee aan de staking in de Hoekse Waard. Dan vind ik dat er een heleboel kinderen zijn vandaag. Ja, dat is hartstikke leuk. Het zijn er meer dan 50 en daar zijn we hartstikke blij mee. Ik denk dat sport sowieso een middel is waar kinderen snel naartoe komen. Dus los van het staken is het iets wat sowieso snel verbindt. En dit is natuurlijk hartstikke leuk dat er zo'n aantal hier is. Zo, een beetje lekker moe nu? Ja, dat wel. Vond je het jammer dat er geen school was vandaag? Nou, ik vind dit wel iets leuker dan school. Burgemeester Abu Talib heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan de Al-Nassar moskee in Rotterdam-West. Hij deed dit naar aanleiding van de aanslag op een moskee in Nieuw-Zeeland, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Eigenlijk als je zo'n nieuwsbericht 's morgens vroeg leest, ik raak er altijd verdoofd van. Ik heb zoveel van dit soort aanslagen helaas meegemaakt als burgemeester afgelopen jaren. Bij heel veel collega-burgemeesters in de wereld, Frankrijk, België, Amerika en nu Nieuw-Zeeland. Ik raak er altijd enorm verdoofd van. En er is altijd maar één vraag die mij bezighoudt en waar ik nooit antwoord op krijg. Waarom? En betekent dit ook dat het veiligheidsrisico's in moskeeën in Rotterdam ook opschroeft? Er is geen enkele reden om nu echt het veiligheidsgevoel in Rotterdam anders te doen zijn dan het gebruikelijk is. Maar we hebben wel uit voorzorg de patrouilles rondom moskeeën heden vrijdagmiddag opgeschroefd. Dank u wel.
Ondernemers in winkelcentrum Alexandrium klagen over het schrikbewind van hun huisbaas. De Franse vastgoedgigant Klépierre. Ze worden geconfronteerd met flinke huurverhogingen en extra servicekosten. Ze balen ook van de verplichte uitbreiding van openingstijden. Van 5:30 naar 6:00. Wat is jullie voornaamste klacht? Het eenzijdig willen aanpassen van de openingstijden van dit winkelcentrum. Zonder dat er eigenlijk enige reden toe is. Het voorstel was van 9 tot 8 s'avonds. Om onderscheidend te zijn in de regio. In de vakantieperiode zou het sowieso lastig zijn om zo'n ruime openingstijd te hanteren. Dus ja, voor de kleine ondernemer is het eigenlijk gewoon geen haalbare kaart. Wethouder Barbara Katman van de Economie snapt het pijnpunt van de kleine ondernemers. Maar eigenlijk kan ze niet zoveel voor ze betekenen. Er is een ondernemersvereniging, er is een algemene ledenvergadering waar ondernemers zelf beslissingen maken over een winkelcentrum. Dat is ook gebeurd tijdens een algemene ledenvergadering. Ik zie dat er leden zijn die het daar niet mee eens zijn. Maar ja, ze hebben wel met elkaar afgesproken dat de meerderheid de baas is. Dat zie je, wat ook praktijk is. En ik denk dat ik nu snel en met de vastgoedspeler en met de ondernemers moet gaan praten. Wat is hier nou aan de hand en is er echt iets wat tegen de wet is? Eigenaar van Alexandrium, Klépierre, laat weten de onrust onder deze ondernemers te betreuren. Maar zegt dat een ruime meerderheid van de ondernemers tijdens een algemene ledenvergadering voor de nieuwe openingstijden heeft gestemd. Een van de heikele onderwerpen tijdens de provinciale verkiezingen is Rotterdam The Hague Airport. Een ruime meerderheid van de provincie wil geen verdere groei en zelfs inperking van het aantal vakantievluchten. Want juist die vluchten zorgen voor veel overlast bij omwonenden. Dit is Dirk Breedveld uit Rotterdam Schiebroek. Hij merkt steeds meer overlast van laag overvliegende vliegtuigen. Zelfs tijdens het interview. Overkomt. We kunnen even kijken. Zo. Als er echt een Boeing 737, dat is met name in het hoogseizoen, hè, want Rotterdam is met name een toeristische luchthaven geworden in de loop der jaren. Dus als echt in het hoogseizoen die Boeing 737's overkomen, ja, die komen echt op 200 meter hoogte. En dan is er echt sprake van 80 decibel ongeveer minimaal. En dan moet je echt het gesprek onderbreken. En juist die toeristische vluchten staan onder druk. Een groot aantal partijen vindt dat Rotterdam The Hague Airport zich weer uitsluitend moet richten op zakelijke vluchten. Rotterdam The Hague Airport zou een zakenvliegveld zijn. Wij vinden afspraak is afspraak, dus laten we er een zakenvliegveld van maken. Betekent dat dat vakantiegangers niet meer op vakantie mogen? Betekent dat dat je uit moet wijken naar een ander vliegveld? Dan krijg je ook transportbewegingen enzovoort enzovoort en overlast. Er staat ook nergens bij de ingang van het vliegtuig vakantiereizigers deze kant op en zakenreizigers de andere kant op. Dus wat mensen hun overweging ook is om te vliegen, dat moet ook in de toekomst mogelijk blijven. Sommige partijen pleiten zelfs voor sluiting van de airport en daar heeft de actiegroep tegen vliegoverlast ook wel ideeën bij. Er zou een park moeten komen. Ja, we hebben een plaatje laten zien, hebben we door een planoloog laten zien, dus met groenvoorzieningen. Waar mensen kunnen sporten, waar mensen kunnen wandelen met hun gezin of zelf. En ook een aantal bedrijven, dus high-tech bedrijven die daar ook zich kunnen vestigen. Dus eigenlijk een bedrijvenpark met heel veel groen, zo zou je het kunnen zien. Dat zou goed zijn voor het klimaat, goed voor de leefomgeving, voor de gezondheid van de mensen, voor de luchtkwaliteit. De nachtrust van mensen en ook je kan een heel mooi groen park er neerzetten en je kan zorgen dat er woningbouw komt, hè, waar ook de regio heel veel behoefte aan is. Veel minder vliegen of het vliegveld sluiten, zoals sommige partijen in de provincie willen, ja, dat gaat ons echt te ver. Ja, best veel nieuws bij Feyenoord vandaag in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Willem II. Steven Berghuis zit voor het eerst sinds juni weer bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Kenneth Vermeer afgevallen bij die voorselectie van Ronald Koeman. Alleen Tony Villena is eigenlijk een vaste waarde, die zit er ook deze keer weer bij. Die Villena, net als Vermeer, is weer inzetbaar voor Giovanni van Bronckhorst in de wedstrijd tegen Willem II. En dat betekent ook luxe keuzes die hij moet maken. Want Orkun Kuksu, die het vorige week zo goed deed tegen Vitesse, hij zou wel eens het kind van de rekening kunnen worden. Nou ja, uiteindelijk is het ook de keuzes die je moet maken, voor morgen ook. En, dus dat zijn altijd, als trainer is dat altijd het moeilijkste wat er is.
de elf kiezen en ook spelers daardoor teleurstellen die je niet opstelt. En dat geldt voor morgen ook, maar dat geldt niet alleen voor Orkun, dat geldt voor alle spelers. Nou, Feyenoord Willem 2 is natuurlijk zaterdagavond weer te volgen op Radio Rijnmond en op Rijnmond.nl. Op die website vind je ook nog een interview met Erik Bottegien en de hele persconferentie met Giovanni van Bronckhorst. Deze week volgden we bij RTV Rijnmond Rotterdamse helden. Dat zijn jonge mensen die zich vrijwillig inzetten om andere mensen te helpen. Deze keer sluiten we de reeks af met Sophie, die wekelijks een kopje koffie gaat drinken met mevrouw De Wilde. Het lijkt simpel, maar het is o zo belangrijk. Ik ben Sophie, ik ben 21 jaar. Ik woon in Rotterdam. Ik heb afgelopen jaar mijn bedrijfskundestudie afgerond en ben nu bezig met een master en stage. En daarnaast ben ik met veel plezier vrijwilliger bij de Unie van Vrijwilligers. Wilt u nog een koekje erbij? Ja? Ik kom hier in principe om gewoon gezellig met mevrouw te praten, maar ik regel ook haar bibliotheekboeken. Soms gaan we dan samen en dan combineren we het als een soort uitje en dan gaan we lekker op het terras samen bijkletsen. En de andere keer zit ik gewoon binnen bij haar thuis, zoals nu. Ja. Sophie is een schat. Ik hou hartstikke veel van haar en we hebben het altijd gezellig. Ik ben de jongste van 7 en iedereen is overleden. Dus ik heb nog 1 zoon en een schoondochter, maar die wonen dan in Weert. Dus een beetje ver weg. Ja, die bloeit 1 keer per jaar, hè, Sophie? Oh ja! Ik vind het superleuk hoe weinig je er eigenlijk voor hoeft te doen en hoeveel je ervoor terugkrijgt. Je doet er echt iemand een ontzettend plezier mee en ja, het voegt voor mezelf ook veel waarde toe, zeker. Dan lieverd, bedankt! Tot de volgende keer. Tot volgende week. Ja. Ja? Prima. Alright, doei. Doei. Op 23 november is het zover. De Rotterdamse band The Kick zal hier in Ahoy hun grootste optreden aller tijden geven. Dat moet haast wel een droom zijn die in vervulling gaat. Laat ik met plezier het adres na van mijn kroeg. Waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren. Nou jongens, de droom is uitgekomen, toch? Ja, ja, tenminste, dat moet nog gaan gebeuren natuurlijk. Maar we staan er al wel in ieder geval. Ja, en dit was toch wel een van jullie dromen die jullie hadden, denk ik? Dit was wel ja, een van de soort van doelen die we toch wel een beetje zo voor ogen hadden. Van we moeten een keer in Ahoy staan natuurlijk, als Rotterdamse band. Dus het is feest. Bij feest, jongens. Hoort een hoedje. Ja, hartstikke leuk, gezellig. 3, 2, 1. Waarom Ahoy? Nou, in eerste instantie waarom niet natuurlijk. En in tweede instantie, al die dingen tegenwoordig, die heten Ziggo Dome, AFAS Live. Ik speel liever in een tent die gewoon Rotterdam Ahoy heet, dan in een tent die naar een verzekeringsmaatschappij of een voetbalclub of iets anders genoemd is. Weet je wel? En het is Rotterdam natuurlijk. En als we ergens willen spelen in een grote hal, dan is het natuurlijk in Rotterdam. En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen jij komt nog op het verkeerde pad. Maar dit is dus jullie grootste show ever? Ja, klopt. Ja, we hebben gisteren ook even aan zitten denken dat we dachten van ja, dat is inderdaad de grootste ooit. We hadden natuurlijk 4 goed bezochte, uitverkochte Boudewijn-shows gedaan. En toen besloten van ja, we moeten er nog een paar doen. En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden. Waarom eigenlijk het repertoire van Boudewijn de Groot? Want die platen die zijn ook gewoon dus nooit live uitgevoerd. In die tijd ook niet, weet je, als met groot orkest. Dus nu is het voor het eerst eigenlijk dat hij zo integraal en met al die instrumenten dan het weer echt dus zeg maar, als origineel wordt uitgevoerd. Ik ben erg benieuwd. Laten we nog één keer de toeter erbij pakken. Ik ga hem even zoeken. Oh ja, ik heb hem al hier. Kijk eens. 1, 2, 3. Als getuigen van een blijde jeugd. Dit was het Rijnmond Nieuws. Ga voor meer nieuws naar Rijnmond.nl of kijk even gezellig in onze gratis app. Aansluitend hebben we meteen het weer met Ed Aldus. En daarna hebben we het immer populaire FC Rijnmond met vandaag de gast Joop van Dalen. En ik zie u later weer. Tot ziens. Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen. Grote woorden zonder diepe rouw en spijt. Hey, shoot is al lang weg, joh.